Goedemorgen. We gaan naar Berlijn. Het is veel te vroeg. 6 uur ging de wekker. Maar we staan er. Ook voor mij. Niet vergeten. Nee, ook voor mij. Mijn papa brengt me namelijk naar het station, naar Deventer. En vanaf daaruit gaan we een rechtstreeks linea recta naar Berlijn. Yeah. Hauptbahnhof. Ja, Hauptbahnhof. Ja, dus we hebben trouwens ook besloten in deze vlog dat we de hele vlog, als we in Duitsland zijn, in Duits gaan kletsen. Laten we het ondertitelen? Nee. Oh, dus met hopen dat we Duits spreken. Ja. Precies, voor hun eigen Duitse vocabulaire om te verbeteren. Dan hebben we gelijk een soort educatieve rol. Staan we dan? Staan we dan te wachten? Op de... Op zondagavond. Op zondag. Oh my god, gewoon ochtend. Ja, dat bedoel ik. Naar kerst. Zondagochtend, na kerst, om 8 uur. Nee. Maar er zijn meer gekken. Het is al 8:15. Oh, daar komt hij aan. Oh ja, en het is de lievelingstrein van Jessica. Ik haatte deze trein al als ik van Amsterdam naar Hilversum. En ze moeten... En nu moest ze er 5 uur in zitten. En op de helft? Ja, oh nee, we zijn nog niet vertrokken. We zijn op de helft. In ieder geval wel geïnstalleerd. Ja. Voor de komende 5 uur. 5 uur? Nee, valt wel mee. Dus gewoon twee keer, gewoon eigenlijk Parijs heen en weer. Ja, maar dat heb ik ook nooit gedaan, dus dan weet je ook niet. Nou, maar het valt mee. Veel zin in. Ik ben wel blij als we weer geslapen hebben de volgende dag. Ik ben blij als het morgen is. Ik probeer het iedere keer weer vroeg op naar een citytrip. Alleen iedere keer denk ik, why? Ja. Maar ja, goed. Misschien komt er ooit een dag. Dan hadden we nog wat aan onze dag, zei je. Kleur zal ik nodig hebben. We zitten in de voorstad van Berlijn. We zijn er gewoon al bijna. Zij kijkt nog even de spelregels na. Ja. Oh, Iels speelt die bal. Yes! Als hij wil. Stop gelijk. Ik wil het niet, dus het hoeft niet. Dadar. We zijn er. Ik heb er zin in. Winkels. Nee. Ja, zag je dat? Nee. Dat was een tandartspraktijk met gewoon waar je zo naar binnen kan kijken. Godver. Ja, die mensen lagen zo in je stoeltje. Ja, ik zag het. We zitten nu in de S-baan. Die hebben we gevonden. We zijn eruit, hoe het werkt. Ja. Het heeft even geduurd, maar we zijn eruit. Nu nog 4 dagen anders. Vinden. Precies. Op naar het hotel. Nabij Alexanderplatz. We staan te wachten op de tram die ons brengt naar het hotel bij Alexanderplatz. Alexanderplatz hebben we al gezien, want die had een hele leuke kerstmarkt. Dus daar wilden we straks naartoe gaan. Want het is kerst. Want het is nog kerst, blijkbaar. We hebben gewoon het hotel in 1 keer gevonden. Nou. Vind ik van wel. Nou. Hij was ook niet te missen. Nou, dit is onze kamer. Ik moet niks in dat zeepbakje zetten, dan valt hij eraf. Oké, dankjewel voor de tip. En helaas was het een beetje muffig toen we hier binnenkwamen. Dus vandaar hebben we even het raampje opengezet. We hebben echt onwijs mooi uitzicht. Not. We hadden liever aan de andere kant gezeten, want dan kon je tenminste nog een beetje van je afkijken. We hebben nu niks. Nee, maar goed. Ik moet maar naar elkaar kijken. Even de badkamer laten zien. Kijk, het hele vrouwenplankje is al gevuld. Naar Alexanderplatz voor de kerstmarkt. Als die er nog is natuurlijk. Hè. Zul je net zien dat ze nu aan het afbreken zijn. Ah, kerstmarkt! De Fernsehturm.
je nog? De kerstmarkt. Met Glen. Het is echt leuk. Leuk kerstmarkt, lekker Duits, gewoon lekker. Lekker genieten. Korsje. Oh, echt Duits, hè? Het eerste eten in Duitsland. Eerste eten. Het eerste eten. Een worst. Oh, lush. Lush, en daar ga ik morgen heen. Want de dag na kerst bij de Lush is 50% korting op alle Christmas artikelen. Dat is een tip. Wat heb ik? Ik heb een, geen gewone bretzel, ik heb een XXL bretzel. Dat wordt smullen. Kijk hoe snel één bakje gewoon gaat. Dan ben je toch binnen 30 seconden denk ik wel weer terug. Ben je aan het opzoeken hoor. Of we nog een leuke bistro hebben om wat te eten. Je zit hier nu toch ook? Oh, dit is geen interview hè? Nee, dit is geen interview. Nee. Nee, maar dit is een pizza, hoe heet zoiets? Een Italiaan. We willen een Een Duitser. Ja, Duitser. We willen schnitzel, tenminste Jessica wil schnitzel. Ik wil iets anders. Dus we zijn op zoek naar een bistro. Nou, we zijn op weg hoor, naar het schnitzelrestaurant. Naar Grau, nee, wat was het nou? Georg Brau of zoiets. Typisch Berlijn. We zitten in... Bam, 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 bam. Iedereen is heel nieuwsgierig. Hier, zo. Stond in het ANWB-boekje. En het is zo'n lekker gast. Van Lisa. Van Lisa, dankjewel Lisa, dankjewel. De credits naar Lisa. Ja, ik zie je. En, wat wil ik zeggen? Oh ja, het is heel leuk, want het is een soort van gasthof. Alleen dan een soort van moderner. Een beetje een soort van gasthof 2014 of zo. Top. Dat dorst, maar Josse? Niet normaal. Precies. Altijd als ik in Duitsland ben, ik drink het anders nooit, dan drink ik Spezie. Maar niet een kleintje, want dit is een kleintje. En u zult ze al een beetje stiekem hebben gezien. Dit hier is een grote Spezie. Een halve liter. Kan ik de avond wel mee door? Oh, met aardappels. Gekookte aardappels. Gemuze. En ik heb een visfilet met kartoffelsalade. Nou, we hebben net heel erg lekker gegeten. Eigenlijk viel de treinreis heel erg mee. Vonden we toch allebei? Ja. Ging heel snel. Misschien omdat we natuurlijk leuke gezelschap hadden. En leuke mensen om naar te kijken. Want we allemaal van die rare mensjes. En dus dat was wel lekker. Alleen 6 uur opstaan, dat is niet zo aan ons besteed. Tenminste. Ach joh? Ja joh. Oh, nou, komt altijd goed. Is niet zo aan mij besteed. En tot nu toe is Berlijn erg mooi. We hebben mooie gebouwen gezien. We hebben al lekker gegeten. We hebben al lekker gedronken. En we hebben al lekker gelopen. Ja. En we hebben al hele... Dus ik heb hele excentrieke mensen al gezien. Dat ik denk... tot morgen. Alvast bedankt voor de vlog van morgen bekijken. Dat was vet gemeen. Nou ja, misschien voor de oplettende kijker weet waar dit grapje over naartoe gaat. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En dan... doeg, tot morgen!